Tijdens de presentatie, waarin de Hockeybond liet zien dat sport en muziek verbroedert, werd één ding duidelijk. Den Haag staat in 2014 een bijzonder groot evenement te wachten. Tijdens het WK zijn dagelijks 600 vrijwilligers actief, worden meer dan 500 journalisten en fotografen verwacht, verwelkomt de organisatie 200.000 toeschouwers en kijken meer dan 100 miljoen mensen in 120 landen het WK Hockey in Den Haag. Onder het motto Let's Celebrate Hockey wil de organisatie er volgend jaar één groot hockeyfeest van maken. Wij willen echt bereiken dat zowel de mensen die hier komen uit het buitenland natuurlijk hun feestenpartijen mee gaan maken in Den Haag. Den Haag gaat op het plein een mooi hockeyveld neerleggen met een hockeyhouse. Dat is ook voor het Haagse publiek, maar wat wij hopen is dat mensen hier gewoon een paar dagen met Pinkster willen blijven. Hockey kijken in de stad, die gaan een muziekfestival meemaken. Dus we gaan hopen dat we die brug tussen het stadion en de stad zo maken dat iedereen het ook gaat meebeleven in de stad. En dat ze hier vaak komen kijken.